ben Jolanda. Je was net ook al aan de beurt, toch? Nee, ik ben er niet geweest. Oh. Nee hoor. Ja, ze heeft me wel 2 of 3 keer gegeven, dat klopt. Maar... Oké. Nou, goed. Zou je een lukje kunnen zetten? Ja, ja. Als ik een coffeeshop binnen ga, ik hoorde dat er dus verschillende soorten wietsoorten waren. Ja. Welke soort moet ik dan hebben voor de kanker? Nooit de duurste. Probeer zo goedkoop mogelijk of een gemiddelde kwaliteit. Als mensen in een coffeeshop wiet verkopen, dan hebben ze van die topjes, weet je wel. En dan halen ze nog snel wat kleine grove blaadjes vanaf en weet ik wat. En dan verkopen ze het schoon aan de klant. Want de roker wil een zo schoon mogelijke wiet wat dat betreft. En dat gruis, dat afval, verkopen ze of goedkoop of dat doen ze in voorgedraaide joints. Dat gruis, dat is interessant voor patiënten. Omdat rokers, die willen dat niet. Maar de THC die erop zit, is van dezelfde kwaliteit als die op de toppen zit. Alleen veel goedkoper. Okay, dus als ze gruis verkopen, probeer dat te kopen. Ja. En is dat er niet, probeer dan een buitenwiet te kopen. Want een buitenwiet is nooit bespoten. En als dat er niet is, probeer dan een middelmatige kwaliteit wiet te kopen. Okay. En al dat kopen, dat leidt maar tot 1 conclusie. Ah, ik ga het zelf telen. Ja. Want je hebt zo 1 plant, weet je wel. En dat is zo 2-3 ons. Dat zijn 20, 30 gram. Dat zijn 10, 15 flesjes. Ja. Ja. Oké. Okay. A50 euro. Ja. Mijn naam is Theo. Als ik ga kweken, hè? Ja, dat mag niet, hè? 5 planten? Nee, niks mag. Mag dus geen 5 planten meer? Nee, je mag helemaal niks. Je mag helemaal niks. Ook niet als ik bij de politie aangeef van moluizen voor... Nou, kijk. Wat wij zeggen is van... wietkwekers voor medicinale redenen worden nauwelijks meer veroordeeld door de rechter. Vooral niet als je een goed verhaal hebt. En dat verhaal houdt in dat je gesteund wordt door je huisarts. Ja. Dat je het van tevoren hebt aangekondigd bij de buurtagent. Ja. En liefst ook nog bij de woningbouwvereniging. Want het gekke is dat als je naar de woningbouwvereniging stapt en zegt van... joh, ik heb last van daar en daarvan en medicijnen helpen me niet... en ik ga een wietplantje in de tuin zetten of op het balkon... dan hebben ze niet het lef om te zeggen dat mag niet, meneer. Okay. En, ja, en je politieagent die niet dan niet. Okay. Maar als je het stiekem doet en de buurvrouw belt, dan moeten ze reageren. En dan zeggen ze, ja het mag niet, hè, dat wist je wel, hè, dus we gaan de planten de grond uittrekken. En dan kan de woningbouwvereniging zeggen van ja, dat mag helemaal niet. En je hebt al ondertekend in het huurcontract geen hennepplantage. Weet je wel, 1 plant is al een hennepplantage. Ja. En dan willen ze je het huis uitzetten. Nee, maar het lef hebben ze niet als je ze van tevoren benadert. Okay. En als je ze van tevoren benadert en er gebeurt toch iets... Dan zegt de rechter van ja, maar die meneer die komt op voor zijn recht om goed voor zichzelf te zorgen. En hij kondigt het netjes aan. Dus wat is het bezwaar nou? En als je een koopwoning hebt? Als je? Koopwoning hebt, wat zegt de bank? Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoeveel planten weer. Hè? Als je dan onder de 4-5 planten blijft, dan heb je meestal geen probleem. Maar zet je de kelder vol, dan gaat de bank proberen om je hypotheek op te zeggen. Oké. Okay. Dus dat wel. Oké, dank je. Oké. Naar daarbovenin. Ja.